Ik weet al welke hoek je gaat schieten. Kom uit Rotterdam. Ken je dat niet horen dan? Ik ga hem weer even laten voelen hoe het is om de bal uit het netje te halen. Ik laat hem liggen als hij er is. Man, wat zijn jullie een stelletje bazen. Op mijn laatste video heb ik 4337 reacties gekregen. Ik heb jullie gevraagd om mij uit te dagen met een challenge. En dit keer heb ik deze uitgekozen van Ali. De challenge is binnen een week 7 penalties scoren bij keepers uit de Eredivisie. En omdat ik zoveel love terugkrijg, zoveel reacties in de comments heb gelezen, ga ik ook mijn best doen om heel Nederland rond te reizen en meer dan 1000 kilometers af te leggen om penalties te scoren. En ik begin bij Jeroen Zoet. Ik weet al welke hoek je gaat schieten. Nee, het mooiste is, ook al weet je dat. Dan nog heb je hem niet. Ik heb die stip gisteren nog even 2 meter naar achter laten tekenen. Ja. Jeroen Zoet, keeper van PSV, meer dan 10 interlands, heel veel ervaring. Maar ben jij een penalty killer? Ben ik een penalty killer? Ik heb in mijn tijd hier bij PSV aardig wat penalties gestopt. Ook een periode iets minder, maar gelukkig krijgen we dit jaar niet heel veel tegen. Dus hoef ik het niet veel tegen te houden. Heb je de laatste penalty tegengehouden? Laten we zeggen de laatste 3. Volgens mij Zwolle, uit, gestopt. En in het begin van het seizoen, Johan Cruijffschaal tegen Feyenoord. Ja, penalty reeks heb ik ook penalties gestopt. Dus ja. Kijken of dat gevoel nog terug kan vinden vandaag. Ik zie dat je gespannen bent. Ik ben ontspannen, zeker. Heb je mentaal voorbereid op mij of had je zoiets van, dat hoeft niet? Ik heb gisteren te horen gekregen van jou dat je langskwam. En je was meer dan welkom, dus ik ben ontspannen hoor. Normaal gesproken, als jij tegen een club gaat spelen, dan ga je wel een beetje in de gaten houden van hé, dat is de penaltynemer en de laatste keer heeft hij zo geschoten. Bij mij kan je geen analyse doen. Nee, je bent wel geïnformeerd normaal, alleen op dit moment niet. Maar misschien is dat ook wel goed een keer, ik weet het niet. Toch? Ja, man. Laten we maar onszelf klaarmaken. Ja, is goed. Zo gruwelijk, is dit gewoon met spelen. Het keeper van PSV, het keeper van PSV ben ik gewoon aan het chillen, dat is toch gruwelijk? Kan jij een beetje keeper of niet? Kan jij een beetje keeper? Je mag ook eentje bij mij nemen. Ja? Oké. En gewoon voor die extra saus, hij mag straks ook eentje op mij nemen. Vroeger was ik goede keeper, Ik was vroeger een goede voetballer. Ik ben een gekke trap. Ik ben lekker losgemasseerd, dus geef maar aan hoor, als je wil schieten. De spanning begint wel. Hey. Normaal lijkt de goal groot, hè? Eerlijk is eerlijk, nu ik hier sta, begint die spanning wel een beetje omhoog te komen. Ik voel alsof er heel veel mensen aan het kijken zijn. Niet fysiek, maar jij bent aan het kijken natuurlijk. Maar ik ben wel warm, ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Succes, hè? Dankjewel. Niet te veel. We hebben een fluitje bij, om het echt te maken. Nee man, hij heeft hem gewoon. Ja. Oh, echte baas man. Dit laat weer zien wat voor baas hij is. Hè. Hoe is jouw analyse gaan? Je ziet mij die aanloop nemen en wat gebeurt er dan? Die aanloop was niet zo snel, dus ik bleef even wachten. Ik stond voor mijn gevoel. Ik had het voor mezelf een beetje ingebeeld wat ik vandaag zou gaan doen. En ik stond voor mijn gevoel een beetje naar rechts. Zodat hij voor jou hier wat groter leek. Ja man! Dus dat ik dacht, hij heeft het door. Die kant is iets kleiner, daar ga ik niet schieten. En ik had wel gewacht, maar ja.
Ja. Oké, okay, nu komt mijn... Was dit de allereerste of niet? Ja, man. Ja. Maar in de montage misschien niet, hè? We kunnen nog gewoon een paar oefenen. Als ik alles raak, dan is dit de laatste natuurlijk. We kunnen nog gewoon een paar oefenen. Mag ik jouw analyse aanvullen? Jawel. Ik zag jou dus staan. Ik had van tevoren tegen mezelf gezegd van ik ben niet goed in last minute een hoek kiezen. Dat kan ik niet. Nee. He, je hebt mensen die dat kunnen, toch? Mm-hmm. En ik heb gezegd, ik wil hem gewoon keihard links. Dat is gewoon, waarom? Dan kan hij ook wegdraaien van jou, ja, in het zijnetje. Dat was mijn... En toen jij inderdaad een beetje zo stond, dacht ik... Ik weet niet, man, die rechter, die ziet er ook lekker uit. En dan pakt hij hem. Ja. Oei, oei. En gisteren toen wij even contact hadden, ja, stuurde ik jou bewust een berichtje in welke hoek ga je schieten. En toen dacht ik bij mezelf, weet je... Straks gaat hij door het midden schieten. En daarom zie je ook in welke hoek ga je schieten. Dus ik was eerst even dacht ik van, hé, hey, hij gaat hem gewoon rechtdoor schieten. Dus ik blijf lang staan, maar ja. Ik had wel gedacht, jij gaat sowieso lang staan. Omdat, ja, jij denkt van, het is wel leuk om te weten toch. Dat jij denkt van, ja, hij neemt niet vaak penalties. Ik heb die routine, nee, niet. Dus heb ik wel genoeg kracht. Ja, het is een boy van... toch? Het is een jongen van trucjes. Misschien wil hij, ja, mij flesje. Dus ja, ik ga, ja, gewoon blijven, klopt, staan. Ja. En toen dacht ik van, als jij blijft staan en ik pak een hoek, ja, heb ik hem sowieso. Als ik blijf staan en je schiet gewoon goed hard in een hoek, dan zit hij er bij de meeste wel in, denk ik. Maar hij was wel echt in de hoek. Hij was wel in de hoek. Alleen net niet hard genoeg. Ik ben goed gemasseerd vanochtend, dus dat heeft goed uitgepakt. Oké, okay, ja, ik wil toch met een goed gevoel naar huis gaan. Jij mag één penalty op mij nemen. Okay. Wil je mijn handschoen? Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt niet gespuugd erin, hè? Nee. Dat doen keepers altijd. Ja. Oh nee, dat doen ze hier. Ja. Deze, als je wil, mag je deze houden. Kan je ze misschien weggeven. Misschien leuk. Aan je voor je volgers. Serieus? Ja, man. Ja, zeker. Oh, dikke SO naar Jeroen Zoet. Hij is schil, man. Zo is hij. Oké, dat gaan we doen. Ik denk dat er wel iemand is die deze wil winnen. Of misschien ga ik ze wel stiekem zelf houden. Wil je deze winnen? Laat het weten in de comments. En waarom jij deze verdient. Hey, is wel customized. Hè? Kijk, JZ en ook een beetje een 1. Jeroen Zoet. Sterk. Groot maken. Oké. Okay. Kom maar. Dat was... zag er wel goed uit. Dat was echt een zielige duik, hè? Dus gewoon, ik heb geen diploma A, geen B, geen niks. Ja, het is toch, maar keeper zijn is wel een dingetje, man. Mag ik een paar op jou nemen? Gewoon voor het gevoel? Gewoon. Ja, is goed. Je moet toch trainen voor de andere? Ja, is goed, man. Wat doe ik verkeerd? Hij is te zacht. Ja, neem een iets langere aanloop en hou wat snelheid. Als het kan, als je deze hoek pakt, probeer hem dan gewoon hierin te laten vallen. Dan zit hij echt... En inderdaad, wat je doet is wel goed dat je hem laag speelt. Veel spelers schieten hem ook hier. Makkelijk. Dat is een beetje de hoogte. Ja, die zijn moeilijk. Die is ver weg. Kom, er nog één. Eentje. Nu ga ik niks zeggen. Het is ook een mentaal spelletje. Ja, man. Net wat jij net zegt. Ja. Jij was overtuigd dat je daar zou gaan spelen. Toch schoot ik daar. Net jij daar, ja. Ja. Maar als jij deze elke keer speelt zo, dan ga je bij die andere 6 scoren. Hè? Hey, getraind door de one and only, hè? Thanks, man. Oké, deze laat ik bij jou. Ik zet er binnen wel eventjes wat op nog. Als ik hem niet had gehouden, dan was ik gelijk naar binnen gegaan. Ik begrijp je wel. Yeah. Naast mij, assistkoning. Aan de andere kant, assist, goals, acties. Wie is jullie penalty killer? Ik kan ze allemaal goede penalties nemen bij jullie. Ik heb één gemist tegen VVV, dus ik ben het sowieso niet. Vanaf nu, bel mij gewoon. Ik heb staande zenuwen. Ik doe zo maar stoer, nee. Aangekomen bij het complex van AZ en ik wacht hier op Bizot. Ik ga zo meteen challengen. Deze moet erin. Zijn het je. Oh. Kijk hem daar, hij komt eraan, hoor. Daar is de grote man. Met groot bedoel ik 1,93 meter. Ja, ongeveer. Oei. Thanks dat je tijd wil maken, man. Hey, je komt echt op het juiste moment. Ik stap net van het veld af, ik ben nog warm. Heerlijk, hij is gewoon aan het trainen op het gras. Vandaar dat je ook een hele harde geluid hoort daar zo achter. Kijk maar. Daar is de grasmeester. Hier gewoon. De grasmaaier, maar het is allemaal bijzaken. Het is allemaal bijzaken. Wat gaan we doen vandaag? Ik daag je uit. 1 penalty. Niet meer, niet minder. Ben je een penalty killer?
heb in het verleden wel eens een paar penalties gestopt, ja. Ja, ik heb wel focushoek. Dat ga ik je niet vertellen. Ik heb een beetje opgelet, een beetje jou gevolgd, een beetje gekeken. Dus ik weet wel een beetje waar je gaat schieten, denk ik. Dit is heel raar dat hij dit zegt. Want kijk, huiswerk. Normaal gesproken heb je een keeper die huiswerk doet bij een speler. Maar ja, ik ben geen speler, dus je hebt geen, geen referentie. Klopt, maar toch, ik heb wel een idee. Jij heet Bizot. Waar komt Bizot vandaan? Dat is oorspronkelijk, komt uit Frankrijk vandaan. Ah, heel ver, heel lang geleden. Tu parles en français. Ah oui. Ah oui, een penalty in de hoek. Dat gaat niet gebeuren. Let's go. Hey, maar even wel een dikke S naar rem, want hij heeft na de winterstop nog geen één goal tegengehouden. Of tegengehad. Eén goal tegengehouden. Hij heeft na de winterstop nog geen één goal tegengehad. Dat is waar, toch? Ja, klopt, ja. Ik ga hem weer even laten voelen hoe het is om de bal uit het netje te halen. Ik laat hem liggen als ik erin zit. Hey. Serieus. Normaal gesproken zie je die spelers op het veld de penalty nemen en denk je, ah, kom op, maar hoe kan je hem nou missen? Maar eerlijk, als je hier eenmaal staat, die druk is hoog en ik sta niet eens in het stadion. Maar gewoon wetende dat ik maar één penalty heb, brengt wel die spanning omhoog. Maar ik ga het doen. Ik ga het doen. Ga je het doen? Ben je klaar voor? Ja? Maar geef box, want we spugen altijd in die handschoen, toch? Maar dan geef je box. Extra grip. Oh. Als je scoort terwijl de keeper in dezelfde hoek gaat, dan heb je goed ingeschoten. Oh, joh. Je had even stress, hè? Je dacht, hè? Hoe wist je dat ik die kant ging? Ja, gevoel. Het moet daar gaan. Oh, joh. Ik zag je. Ik ben zo blij. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Het was bijna, hè? Ah, ja. Ik ben echt super blij, maar ik ben ook super dankbaar dat ik tegen jou een penalty mocht nemen. En dat jij weer kan voelen hoe het is om een goal tegen te krijgen. Ja. Muchas gracias. Ja, nee, ja. Ik wil je ook wel bedanken, maar je hebt hem erin geschoten, dus daar ben ik niet zo blij mee. Nou, ik moet nog net langs een paar keepers. Mag ik nog een paar schieten? Kom, jongen. Snelle, yes. Mooie afsluiter. Ja, de challenge is dus dat ik 7 penalties moet scoren binnen een week tijd. Ik ben nu bij keeper nummer 3 en ik heb er tot nu toe 1 gemist en 1 gescoord. Hij vraagt aan mij hoeveel heb je al gemist. Ik ga niks zeggen. Hij wil mij mentaal pakken. Ik ben al bezig met jou. Ik zit naast Kenneth Vermeer, keeper van Feyenoord. 5 interlands? Ja. Klopt dat? Klopt. Ik heb even gewikipediaat. Ervaren keeper. Maar de grote vraag is, ben jij een penalty killer? Het is moeilijk te zeggen. Ik heb in het verleden heel veel penalties gestopt, ook achter elkaar. Maar ja, je hebt het niet zelf in de hand, hè? Ik kan je manipuleren een beetje, ik kan een spel spelen met een penalty nemen, maar uiteindelijk is het, hoe goed schiet hij hem in? Een goede penalty pak je nooit. Er komt druk bij kijken. Er komt druk bij kijken, het stadion. Je weet toch nu, eigenlijk had ik wat mensen uit moeten nodigen om een beetje druk voor jou te zetten, nee maar. Maar er zitten wel meer mensen te kijken dan in het stadion. Dat klopt, uiteindelijk wel. Tegenwoordig online is ook grote druk. Zeker weten, daar moet je ook presteren. Heb je een trucje? Eigenlijk niet. Of wil je dat niet zeggen? Dat is ook moeilijk, hè? Ik kan mijn trucjes ook niet prijsgeven. Nee, maar een trucje niet echt. Je probeert eigenlijk zo lang mogelijk te staan. En bij sommige spelers weet je gewoon dat ze echt één vaste hoek hebben waar ze eigenlijk keihard die bal erin schieten. Ja, dan kan je
kan je misschien wat eerder gaan, maar spelers kijken tegenwoordig ook naar een keeper. Beweegt de keeper vroeg, gaat hij vroeg van zijn lijn en dan schuiven ze hem ook snel het hoekje in. Dus het is altijd, ja, het is moeilijk. Heb je een vaste ritueel? Voor een penalty. Je hebt van die keepers die slaan tegen die lat, zeg maar, of die gaan zo een beetje gek doen. En dat heb jij niet? Niet echt, ja. Ik weet niet. Je tikt een beetje, je tikt een keer de lat aan en ja, gevoel wachten. Je kan niet in het hoofd kijken van je tegenstander, maar meestal komt er ook wel wat druk bij kijken wat je net zegt. Dus dan gaan ze vaak toch wel voor een vaste hoek. En jouw vaste hoek weet ik niet, dus... Ja, je kan geen huiswerk doen. Nee, daarom. Ik ben één grote acteur, dat moet je weten. Van binnen shaken, niet die hard gaat het doep. Eerlijk, ik vind het echt spannend, man. Ik heb het nu al 2 keer gedaan. Ik ga niet zeggen wat is. Ga ik pas na de penalty zeggen. Nee, maar dat is normaal, hè. Want nu, je doet het ook voor de kijkers, dus daar komt er extra druk bij. Ik ook niet. Dat is hard, man. Zo zijn ze, hè? Zo zijn ze. Je wil dat zachter wel ballen geweest, hè? Zo is goed. Kenneth Vermeer, de man met katachtige reddingen. Maar gaat hij het vandaag ook doen? Het is moeilijk. Een penalty is moeilijk, ik heb je gezegd. Als hij een kat is, vandaag moet ik een tijger zijn. Tijger Woods, we gaan gaatjes vullen. Hey. Nee, niet hoog houden. Nee, dat moet jij doen. Dat moet jij doen. Drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, that chicken like butter's gonna be. Nu moet ik beginnen, nu voel ik me goed. Weet wel, ik moet hem power geven, want druk komt er dan. Oh, dit is jouw ding, joh? Nee, oké. Oké, le ballon. Kort aanloopje, moeilijker. Kort aanloopje, moeilijker. Stiekem gaan er andere keepers kijken, dus ik wil wel alvast testen, kan ik laat beslissen? Dus ik wil een penalty nemen, maar of ik ga... Kijken of je laat kan beslissen. Yes. Oké, kom maar. Ja toch? Ja toch, ja, we gaan het doen. Training papa, training! Ja, echt moeilijk man. Al was ik, had ik gedoken, had ik hem ook niet gepakt. Wat die echt? Oh, in de hoek, goed in de hoek. Dan moet ik echt vroeg gaan. Bij die laatste, je hebt een gevoel? Dat je wil gaan, maar omdat ik nu weet dat jij wat langer gaat wachten, probeer ik ook langer te wachten, maar dan, ik kom gewoon niet meer weg. Ik ga Pogba proberen na te doen. Hij brengt mij geluk, hij brengt geluk. Man. Love man. Eerst goed ben ik nu. Nu ben jij, maar ik moet wel doen. Wil je handschoen? Ik ga echt voor Libië, toch? Ik ga niet... Eentje. Ik moet ook eentje pakken gewoon. Ik moet eentje pakken. Eentje? Goeie joh. Kom op, als ik als je hem had gezet, had je dat ding. Nog één. Dan 3-3. Oké. Zal ik een geheimpje verklappen? Ja. Ik hoopte zo dat je die hoek zou uitkiezen. Ik kan die andere kant niet duiken. Ik, kijk deze. Ja, je kan niet naar die kant. Ik kan dat niet. Heb je dat, dat je één hoek lekkerder is? Ja, nou, niet meer. Vroeger. Je bent tweehoekig. Vroeger aan het begin, rechtsbeen naar. Rechterkant duiken was gewoon makkelijk. Hè. Op een gegeven moment. Dat is trainen, hè. Ah ja, maar ik wil het toch wel zien hoor, laatste minuut in een wedstrijd. Over, ja, maar dan is het moeilijk, in de Kuip. Dan is het weer anders. Dan is het anders. Extra druk. Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Flow make bitches, I'm on my business, that chicken like what it's gonna be. True in the cup.
Love is love. Love is love. Vaste hoekjes of wachten? Wat zou je mij adviseren? Als ik hem zelf zou nemen, gewoon een vaste hoek waar ik zekerheid in heb. Ik kan het zeggen iets, want als het fout gaat, kan ik jou de schuld geven. Ja, maar ik zou gewoon vaste hoek gaan, voor een vaste hoek gaan. Al dus Kenneth Vermeer, ik heb gemist bij Jeroen Zoet, ik heb gescoord bij Bizot en gescoord bij Kenneth. De volgende keer ga ik langs andere keepers, ik moet in totaal 7 keer scoren bij verschillende eredivisie keepers.